gekregen. Dan wil ik ook nog mensen bedanken die hebben meegewerkt aan het project zelf. Zoals de persoon die de foto's heeft gedaan, de promo pictures eigenlijk, Femke Bakers. Dan de videoclip, dan de mensen van de auto van de videoclip. Heel erg bedankt. Dan ook nog Studio 6, die eigenlijk het nummer hebben opgenomen. Dan wil ik ook nog alle verenigingen bedanken die mij de kans hebben gegeven om eigenlijk op podiums te mogen staan en mijn ding te kunnen gaan doen. Daarnaast ook nog Joska Fotopaleis. Enorm bedanken die altijd mooie foto's maakt van mijn live optredens. Sorry, ik ben eigenlijk niet zo goed in praten voor het publiek, maar ik doe mijn best. Ja, dan ook enorm bedankt aan mijn technieker van dienst altijd, dat hier toch altijd staat. Dan ook de mensen van de website, ook mijn technieker Armani van de Schoot en Tijl de Smet. Dan alle mensen die het hebben gedeeld en geliked, een dikke merci, want eigenlijk hoe meer mensen we gaan bereiken, hoe beter dat het eigenlijk gaat worden. Dan eigenlijk ook mijn zus. Waar is ze ergens? Ja, daar. Een ongelooflijke dikke merci dat jij het zo lang al met mij uit had. Met mijn gitaar. Ja, maar die zeg eigenlijk niet wel zo. Voor een examen. Ja, dat is ook waar. Oh, blijf je zond. Dus mijn zus, omdat bijvoorbeeld als ik het nodig vond om om 5 uur 's ochtends voor mijn examen toch nog gitaar te gaan spelen. En dat aan te sluiten op mijn box en zo. En ook omdat je meer dan 20 keer mijn lied hebt moeten aanhoren. Dus bedankt daarvoor voor al je geduld. Voilà. Dan nog eens kijken op mijn lijstje. Ja. Ja, ik moet hier vrij veel mensen bedanken eigenlijk. Dan, tijdens het project heb ik zelf ook heel veel nagedacht en toch ook eens naar boven gekeken naar mijn beschermingels. En dan toch wel gedacht van, die zouden heel fier geweest zijn op mij. Dan, voor mij de allerbelangrijkste persoon in dit project, is iemand waar je eigenlijk altijd kunt op rekenen, die mij heel veel tips heeft gegeven in verband met muziek. En ja, gewoon een superkerel, mijn producer Arker. Goedenavond, dames en heren. Ik ben uit Luxemburg, dus mijn Nederlands is niet. Maar, so I will continue in English, okay? a few months ago, I had the privilege to work with this talented and young lady. We had a first meeting in Brussels with his dad, and I directly saw that she was so motivated and so talented. I heard the demo version from Guardian Angel. I thought it was a beautiful song. We have been working together for a few months very hard on it, and I really hope you will enjoy the result. So now I think I've already talked too much, and now it's Sharon's time to play for you guys. Voilà, dus dat was het eerst eigenlijk, de bedanking van iedereen die aan meegewerkt heeft en laat maar gaan. Dus het is tijd eigenlijk voor een beetje te zingen. Sharon gaat nu een paar nummertjes brengen en op het einde van het spel gaan we de videoclip hier laten zien die al menigmaal gedeeld is op internet en zo. Nu krijg je hem hier ook straks haar nummertje, akoestisch, Peter. Ik heb dat gevraagd speciaal voor u. Akoestisch haar nummerke en dan gaat de rest. Dames en heren, ik zou vragen, geef ze een daverend applaus. Hier is voor jullie Sharon. Ja.